Wat zeg je? Wat heb je echt kunnen doen? Ik weet niet. Jongens, vermorselt is er nog niet. Lieve God, laat alsjeblieft een morsel ziek zijn. Laat hem ziek zijn. Wat doe je? Nou ja, misschien helpt het wel. Oh, als hij over 10 minuten niet is, dan mogen we naar het studielokaal. Laat het nu. Nog 8 minuten. Nou, wachten. Van Morselt is eigenlijk best een oké leraar. Alleen, de laatste tijd is hij echt vet chagrijnig als hij ons les geeft. En dan is het gewoon niet meer leuk. Ik haat school. Echt, het is dat ik hier vriendinnen heb, maar anders zou ik het hier echt niet uithouden op het kwak. Nog 7 minuten, dan zijn we vrij. I have a dream! Dat Van Morselt vandaag is thuis gebleven! And that we are free at last! Laatst bij geschiedenis hebben we het gehad over Martin Luther King. En ja, het valt me echt nog mee dat Yara het heeft meegekregen. Meestal slaapt ze in de klas. Nog 6 minuten gaan. En dan is het schoolplein van ons. Woehoe! Wat jij in godsnaam aan het doen? Dat was een speech van Martin Luther King. En dat kan je niet zitten doen. Jongens, boeken hoeven niet op tafel. Jij mag dat boek ook even opbergen. Zo. Meneer? Ja? Wat heeft dit te betekenen? Jullie krijgen een overhoring. Het slaat nergens op. Ik sta super slecht voor aardrijkskunde. Ik was echt van plan vet goed te gaan leren voor de volgende toets. Komt hij ineens aan. Ja, wat moet ik nou? Nu ga ik nooit voldoende halen. Ik mag een overhoring geven als ik dat wil. En ik hoef aan niemand verantwoording af te leggen. Ik heb toch niet kunnen leren? Ik heb het hele weekend aan wiskunde gezeten. Dat maakt niet uit. Ik ga alleen maar dingen vragen die ik in de les besproken heb. Dus dan kan ik meteen zien of Yara goed heeft opgelet. Wat een kankerstreek. Wat zei je daar? Wat een kankerstreek. Jij je spullen pakken en de les verlaten nu meteen. Het slaat helemaal nergens op. En mijn proefwerk dan? Dit soort taal gebruiken we hier niet. En dat proefwerk kun je vergeten. Je krijgt een 1. Op zo de mieter nu meteen. Wegwezen. Wegwezen, zeg ik. Wat? Kom maar van de wilde. Ik ben helemaal gaaf met jou. Het slaat nergens op. Dat kun je ook nog even meenemen. Mijn tas! Ja, die heb ik hier. Geef me! En wegwezen. Hoppa. Zijn er nog meer mensen die een probleem hebben? Dan kun je dat nu zeggen. De onverwachte proefwerk vond ik echt niet tof. En hoe die met Yara omging was gewoon asociaal. Maar wat Yara zei, dat ze ging schelden met kanker, vond ik ook echt niet kunnen. Nou, ik schrok echt van Morselt. Die gast moet lekker met pensioen gaan. Ik bedoel, ga lekker met je vrouw op wereldreis of zo. Want hij heeft duidelijk geen zin meer in zijn werk. Nablijven. Waarschijnlijk wel. Ik vond wel kicken dat de hele klas naar me toe kwam. Bewees me weer dat Van Morselt echt hartstikke fout zat. Ja, dan. Na de laatste les kom je bij mij melden. Ik heb de Wilde echt nog nooit zo gezien. Ze was gewoon echt ijskoud. Wat is dit nou? Heeft die Van Morselt gewoon bij de Wilde lopen klagen? Zijn de rollen ineens omgedraaid? Het slaat toch nergens op? Oké, je hebt kanker gezegd, maar Van Morselt was hartstikke gewelddadig. Ja. En die overhoring sloeg nergens op, vond ik tenminste, hoor. En toen kwam ik ineens op een ideetje. Ik kon mezelf helpen en de klas. Jongens, maken jullie maar geen zorgen over proefwerk. Als ik straks bij de Wilde ben, dan ga ik uitleggen van wat Van Morselt heeft gedaan. Het kan echt niet. Hij is echt de grens overgegaan. Je moet gewoon met je klauw van iemand afblijven. Ja. Nou, helemaal van leerlingen. Dus de Wilde het sowieso mee eens. Natuurlijk. Maar ik denk dat ik ook ga zeggen dat ik geen aangifte ga doen als Van Morselt het proefwerk schrapt. Echt? Ik vind Yara echt super stoer. Ik zou zo geschrokken zijn als een leraar me zo behandeld had. Ik ben blij dat ik wat voor de klas kan doen. En ik kan niet wachten om de Wilde te gaan vertellen wat voor een idioot die Van Morselt is. Binnen. Ah, Yara. Hoi. Ga zitten. Bedankt. Ik heb gehoord wat er vanmorgen is voorgevallen. Ja, ik ben ook vet kwaad over. Kan echt niet. Wat? Ja, dat Van Morselt hier is komen klagen. Ja, prima, maar ik wil ook mijn woordje doen. Meneer Van Morselt is hier helemaal niet komen klagen. Ik heb van Veld gehoord wat er is gebeurd. En toen ben ik zelf even naar Van Morselt gegaan om te vragen wat er nou precies was voorgevallen. En ik kan je zeggen dat de heer Van Morselt ook geschrokken is van wat er is gebeurd. Ja, dat zou ik ook doen. Ik ga echt wel aangifte doen. Hij moet gewoon echt met zijn klauw van me afblijven. Het enige wat nu nog hoeft te gebeuren is dat Wilde het met me eens is. En daarna kan ik gewoon over het proefwerk beginnen. Ik wil
Ik wil even je begrip vragen in deze situatie. Ik ga je iets vertellen wat ik normaal gesproken niet zou vertellen. Maar de vrouw van Bart, van meneer Van Morselt, ja. Die is ernstig ziek. Zij heeft 2 maanden geleden te horen gekregen dat ze kanker heeft. Oh jeetje, ik heb er zo spijt van wat ik heb gezegd. De klas kan echt niet. Maar wat heb je dan gezegd? Ja, dat ik een kankerstreek vond. Maar dat wist ik helemaal niet. Heeft hij dat niet verteld? Nee, dat heeft de meneer Van Morselt helemaal niet gezegd. Hij heeft alleen maar gezegd dat hij spijt had van zijn optreden. Ik vind het wel echt cool van Van Morselt dat hij niet heeft lopen klagen bij de wilden. Dat had ik echt nooit verwacht. Ik hoop dat je hier verder ook geen werk van wil maken, Yara. Nee, natuurlijk niet. En ook dat je de informatie voor jezelf wilt houden. Ja, beloof ik. Voor het eerst in mijn leven een goed gesprek met de leraar. Met de conrector nog wel. Ik had er echt een goed gevoel over. Tot ik bedacht dat ik beloofde aan de klas dat het proefwerk geschrapt zou worden. Hey, Yara. Hoi. Waarom heb je niet gereageerd op onze berichtjes? Is het helemaal uit de hand gelopen of zo? Nee, maar het proefwerk kan echt niet geschrapt worden. Maar heb je wel gezegd dat je een soort van mishandeld bent? Viel toch ook wel weer mee. En nu? En nu niks. Ja, ik hoef niet na te blijven, maar... Maar heb je wel gevraagd of het proefwerk geschrapt kan worden? Ja, en daar wilde de wilde echt helemaal niks van weten. Jammer. Sorry, guys. Jammer. Nou, het is helemaal zo. Nou, het is jouw schuld niet, toch? Dat is die van Van Morselt. Ja. Goed. Jara. Ik heb met Van Morselt geregeld dat je morgenmiddag het proefwerk kan inhalen. Dan kun je... Ik heb nog tijd om het voor te bereiden. Wat? Wat is Jara schijnheilig, zeg? Tegen ons zegt ze dat de wilde er niet eens over wil hebben. En nu heeft ze mooi een herkansing voor zichzelf geregeld. Succes, Jara. Ik baal echt van die actie van net van de wilde. Ja, nu denkt de hele klas dat ik gelogen heb. Maar dat is niet zo. Als ik nou gewoon kon vertellen dat de vrouw van Van Morselt heel erg ziek is, zouden ze me meteen begrijpen. Safa en drie. Tim, 5,5. Alsjeblieft. Meneer? Ik wil wel mijn excuus aanbieden van wat er gisteren is gebeurd. Ik had nooit met kanker mogen schelden. Het is een vreselijke ziekte en ik begrijp volkomen dat u mij de klas heeft uitgestuurd. Ja, De ene dag zegt Yara dit en dan sleurt Van Morselt haar de klas uit. En de andere dag zegt ze dat en dan moet hij huilen. Van Morselt die huilt. Ja, wauw. Ik ben de laatste tijd niet zo aardig, niet zo vrolijk. Dat komt omdat mijn vrouw 2 maanden geleden te horen heeft gekregen dat ze borstkanker heeft. Ja. Dus het woord kanker is voor mij erg beladen en jullie snappen vast wel dat me wat emotioneel kan maken. Ja. Sorry, Yara, want niettemin had ik dat nooit mogen doen. Ik hoop dat jij en ook jullie mij dat vergeven, jongelui. Sorry. Ja, arme meneer Van Morselt. Maar ik ben wel blij dat hij het verteld heeft. En ik hoorde dat de rest van de les heel bijzonder was. Hij had over zijn vrouw verteld en Jordi over zijn oma die kanker heeft. Ik heb het echt met hem te doen. Maar ik vind wel dat Van Morselt het eerder had moeten vertellen. Want als Yara er niet was geweest, dan wisten we nu nog steeds niet. En dan had ik nog steeds die 3 gehad. Ja, na de les heb ik allemaal geld ingezameld om bloemen te kopen voor mevrouw Van Morselt. En ik heb mijn excuses aangeboden aan Yara. Ik had moeten weten dat Yara niet alleen om haar eigen hachje denkt.